De laatste tijd is het beeld ontstaan dat mismatch een probleem zou zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij hebben dat vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. En we komen tot de conclusie dat zowel vanuit internationaal perspectief als historisch perspectief mismatch juist laag is. Dat heeft ook belangrijke consequenties voor het beleid wat gericht is op het wegnemen van mismatch. Omdat je daarmee eigenlijk maar een beperkte werkloosheidsdaling kan bewerkstelligen. Mismatch betekent dat vacatures en werklozen onvoldoende op elkaar aansluiten. En dat heeft ermee te maken dat de karakteristieken van werklozen anders is dan wat er wordt gevraagd door werkgevers aan vakkrachten. Bijvoorbeeld in termen van locatie, mensen wonen niet op de plekken waar de banen ontstaan. Of in termen van kennis en vaardigheden, mensen zijn afkomstig uit sectoren zoals de bouw. Terwijl de vraag is naar mensen met een technische achtergrond. Waarom is het geen groot probleem? Het is heel lastig, want je moet eerst falsificeren of iets niet bestaat. Dus daarmee moet je een reeks analyses uitvoeren. En dat is best lastig, want het moet uitputtend zijn. Dus je moet kijken naar intersectorale mismatch, mismatch op macroniveau, mismatch binnen sectoren, mismatch in vaardigheden, geografische mismatch, beroepen mismatch. Hebben we allemaal gedaan en daaruit kwam dus de conclusie dat het in Nederland niet hoog is. Laat ik even twee analyses toelichten. De eerste is dat de Beveridge Curve, die de verhouding meet tussen vacatures enerzijds en de werkloosheidsgraad anderzijds, niet is verschoven. Nou, verschuivingen zijn voor economen een indicatie dat mismatch is toegenomen op de arbeidsmarkt. Want het aantal vacatures neemt, maar proportioneel neemt het aantal werklozen niet af. Wij hebben getest en met een structural break analysis en zien eigenlijk geen verschuiving van die Beveridge Curve in Nederland. Een tweede analyse die we hebben uitgevoerd is, we hebben gekeken naar mismatch tussen sectoren. Ook het beeld van ICT'ers, daar zijn tekorten aan en mensen in de bouw, daar zitten overschotten. Daarvoor hebben we een sociale planner in het leven geroepen als een soort van gedachte-experiment die gaat schuiven met werkzoekenden tussen sectoren naar de plekken waar de banen ontstaan. Als die dat met als doel eigenlijk om het aantal werklozen te minimaliseren. Nou, hij gaat net zo lang door totdat hij geen enkele werkzoekende meer kwijt kan. Dan heb je een situatie waar eigenlijk er sprake is van totale afwezigheid van mismatch. Als je dat nou gaat vergelijken met het verloop van de werkloosheid op dit moment, kun je dus eigenlijk ook concluderen welk percentage van de werkloosheid is toe te schrijven aan mismatch. En wij komen tot de conclusie dat slechts 13% bedraagt in Nederland. En dat is dus, zoals ik al eerder zei, vanuit historisch en internationaal perspectief laag. En toch is het beeld ontstaan dat er wel een mismatch is. Ja, dat beeld is vaak ontstaan op basis van branchestudies voor individuele bedrijven die hebben gekeken naar knelpunten. Bijvoorbeeld knelpunten in het klantenbestand en dat sluit dan niet aan op vragen vanuit bedrijven die bepaalde vakkrachten nodig hebben. Die knelpunten kunnen zich natuurlijk voordoen. Tegelijkertijd gaat de conclusie mank op het moment dat je dat vertaalt naar de arbeidsmarkt als geheel. Om een voorbeeld van de ICT'ers weer eens eventjes aan te halen. De ICT is eigenlijk een veel te kleine sector om het totale werkloosheidsbestand te kunnen absorberen. Dus je hoort heel vaak politici ook zeggen, er zijn op dit moment veel werklozen. Tegelijkertijd zijn er veel segmenten binnen de arbeidsmarkt waar wel werk ontstaat. En dat laatste betwisten wij juist. Dat betekent wel dat deze uitkomsten een gevolg kunnen hebben voor het arbeidsmarktbeleid. Ja, veel arbeidsmarktbeleid is op dit moment gericht op het bevorderen van intersectorale mobiliteit en scholing. Denk bijvoorbeeld aan de sectorplannen van 2x300 miljoen. Ook het transitiebudget binnen de wet werk en zekerheid of de brug-WW. En wij stellen, hoewel dat beleid natuurlijk op zichzelf best waardevol kan zijn om bepaalde specifieke knelpunten op te lossen, het niet zal zorgen voor een significante daling van de werkloosheid op dit moment.